En het Internationaal Monetair Fonds kan zich terugvinden in de standpunten van de regering om het programma aan te passen. Volgens IMF Managing Director Kristalina Georgieva verandert de wereld en moet de financiële instelling ook anders omgaan met zaken. Tijdens een vandaag gehouden meeting met het IMF heeft president Chandrika Prasad Santokhi gesproken over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Surinaamse monetaire situatie. Het staatshoofd gaf aan het IMF aan dat zijn regering vanaf 2020 veel inspanning heeft gepleegd voor het vinden van een gezonde macro-economische balans. Er is binnen het herstelplan gewerkt aan verantwoorde fiscale en monetaire initiatieven met steeds als doel het sterker maken van de economie en het verbeteren van het welzijn van de samenleving. De president heeft met de IMF Managing Director ook gesproken over wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, hoge export- en transportprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Voor een klein land als Suriname dat zich al in een moeilijke financiële positie bevindt, kunnen de gerezen uitdagingen desastreuze gevolgen hebben. De aanpak moet daarom aan de hand van de huidige realiteit aangepast worden, aldus president Santokhi.